You have money, you can buy anything. Van ik ga dat gewoon namaken. Dat was eigenlijk de idee van ja, hoe moeilijk kan dat zijn om zo van je top audio na te bouwen. En er zijn er velen die dat denken. Ik wist toen al wel beter. De rode draad die ik detecteerde in al die goede audio, dat was toch telkens dat daar mensen aan het werk waren, goeroes om ze zo maar te noemen, die toch wel net dat niveautje hoger konden springen dan gewoon goede audio. Maar jij bent dus met een logistieke bedrijfskundige achtergrond. Ja, ja. Je bent geen technicus. Totaal niet. Nee. Dat ben jij, dat ben ik. Dat is hij. Ja. Ik heb eigenlijk destijds elektromechanica gestudeerd. Ja, ja. En dan doorgestudeerd elektronica. Met optie PC-technieken. En ik moet zeggen, jaren terug, dan spreek ik over 8, 9 jaar terug was ik niet met audio bezig zelfs. Hij was er veel sneller mee begonnen en ik kwam daar wel en ik dacht, wow, dat klinkt goed, dat vind ik uit, dat wil ik ook wel. En dan heb ik mijn eerste set aangekocht en dat was de Kev Q75. Ja, ja. Mijn eerste. Zijn eerste heb ik dan overgekocht. Ja. Met nog altijd een simpele versterker, die staat er nog trouwens, een Yamaha. En ik vond dat wel goed klinken, maar niet zoals bij hem. Ja. En toen heb ik gedacht van kijk, we gaan iets nieuw bouwen, hè? Ook met de hulp van aan het denken geweest van kijk, hoe kunnen we dat verbeteren? En dan zijn we, of ben ik zelf tot het idee gekomen van kijk, we gaan het op een andere manier doen. Hè? Die spaarder, die raam moet eraf, hè? We willen dat elektromagnetisch gaan veren, dat moet theoretisch althans. Moet dat beter zijn. Misschien ook een van de uitgangspunten in het begin was ook van ja, wat maakt een goede luidspreker goed. Ja. En dat was ook uw vraag van ja, wat maakt dat nu goed? En bij mij was het altijd speakers met een heel hoge snelheid. Hè? Die vond ik goed klinken. Maar wat vertraagt dan een klassieke Tonus luidspreker of een elektrodynamische driver? Hè? En dan kom je bij eigenlijk Spider en Surround uit. Dat was niet zo een idee van we gaan een luidspreker bouwen zonder Spider en Surround, gewoon omdat dat leuk is om te doen. Nee, dat was eigenlijk gewoon gaan kijken van ja, welk zijn nu de onderdelen die eigenlijk de meeste vertraging veroorzaken. Ja, en die bleken dan en ook nog eens de meeste vervorming te veroorzaken. Voor mij was het belangrijk, de vervorming van een spider, want uiteindelijk is dat een conus die zich onder een andere conus bevindt. Ja. Alleen die bestaat uit canvas. Ja, die resoneert, die doet, dat is een verschrikkelijk geluid als je de conus zal verwijderen en je speelt enkel met de spider. Dat is niet om aan te horen. Ik zeg, dat moet eraf. Dat was mijn insteek. Ja. Hij had dan meer de snelheid, dus we hebben het allemaal samengevoegd om zo tot het concept te komen. Ja. Maar als je nou dat idee hebt, hè, en je zou mij zijn, dan was dat een idee en dan ging ik weer iets anders doen. Dus jullie vinden het ook leuk om uit te proberen en uit te testen en zo. Ideeën te krijgen. Toch? Want anders dan nog uit. Ja, vooral hij. Hè. Hij heeft oneindig geduld. Ik heb heel veel geduld gehad daarin. Hè. Ja, 7 jaar heb ik begrepen. Ja, we hebben 3 jaar denk ik ongeveer aan de driver zelf, aan de technologie gewerkt. Hè. Zeker, 3 jaar. En dan nog 3 jaar verder eigenlijk verbeteren, want dat was nog niet betrouwbaar, er kwamen nog dingetjes aan de oppervlakte die niet goed werkten. Dus ik denk dat we eigenlijk ongeveer 5, 6 jaar echt aan de driver. Aan de technologie en de driver en de speaker gewerkt hebben en het laatste jaar hebben we eigenlijk gewerkt aan alles industrialiseren, maakbaar maken. Ja. Maar wat mij dus interesseert is, wat is nou de driver, want dat is een bedrijfseconomisch een geweldige investering die jullie hebben gedaan. En dat heb je niet gedaan om geld te verdienen. Nee, want dan kan je beter de beurs opgaan, denk ik, of zoiets. Ja, ik heb het vooral gedaan om te bewijzen van kijk, ik kan dat bouwen. Maar hoe weet je eigenlijk, hoe wisten jullie dat die, zal maar zeggen, klaar was? Dat dit het was? Dat heb ik eigenlijk gehoord. Een van de eerste ontwerpen die hij had gemaakt op een gegeven moment, maar dat was na een paar maanden al, belde hij en toen zei hij van ja, je moet eens een keer komen. Ik denk dat ik iets heb dat kan werken. Hè. Op de grond lag die motor eigenlijk, met daarin
een konus. Ja. Toen was er nog geen sprake van eigenlijk de grootte of de hoogte of de dingen. Dat was gewoon het idee van een elektromagnetische ophanging. Hè. Uh-huh. Maar ik hoorde wel die snelheid. En dat was iets dat ik toen zei van ja, dit kan echt wel werken. Want die snelheid, dat was gewoon als je daar een puls op zette, dat was van echt bam en die stond stil. Dat was eigenlijk fenomenaal, fenomenaal goed. Ook al was dat gewoon een driver die los op de grond lag. Ja, ja, ja. En toen, dat is de moment geweest, denk ik, dat we gezegd hebben van hier gaan we mee verder. Maar dat eerste spoel had jij nog gemaakt van cola blik, hè? Denk ik. Hè? Cola blik met wikkelingen rond. Maar daarna kwamen nog een paar jaar, denk ik, van verder ontwikkelen, klooien, dingen die niet lukken. Ja. Maar ja, op den duur, hè, er moeten professionele spoelen komen, er moeten professionele konussen komen. Dus, er zitten 69 onderdelen in, 80% is maatgemaakt. En dat betekent soms tientallen keren opnieuw maken. Ja. Niet goed, nog eens iets anders proberen. En dan begint natuurlijk ook een stuk het financiële aspect te wegen. Maar dan hadden wij een akkoord. Hè. Dan hebben wij het eigenlijk op een akkoord gegooid. Hè. Ja. Maar dan heb je toch, maar was het, dat is mijn vak dus. Maar dat was gewoon geloof van jou. Ja. Dus we hadden zoiets van, we hebben dit, hè. We hadden nog twee of drietal problemen die nog niet opgelost waren. Ik zeg, ja, hopelijk gaat dat lukken, maar ik wist het niet. Het heeft lang geduurd. Hè. Het heeft 3 jaar geduurd. Het heeft lang geduurd tot het laatste probleem opgelost was. Ja. En, het heeft 3 jaar geduurd, dus dat was toch vooraleer dat het eerste prototype klaar was, dat in een kast kon gebouwd worden. En daarmee bedoel ik gewoon 4 MDF-platen op elkaar en baaf erin en zien wat doet het. Hè. Pas dan weet je of dat je met een technisch superieure driver ook een luidspreker kan bouwen die dan goed is. Ja. Want voor hetzelfde geld bouw je iets wat dat technisch superieur is, steek je dat in een luidspreker, hè, en dan zeg je, ja, klinkt goed, maar klinkt niet beter dan een andere. Ja. Dat heeft 3 jaar geduurd. Maar we hebben nog momenten gehad dat we zeiden van, hè, onder andere met die ontwikkeling van die aluminium ring. Ja, ja, de marges, de toleranties zijn allemaal zo nipt, zo klein. Ja, ja. Dat het allemaal heel precies moet gefabriceerd worden. En als je ringen laat ponsen, vergeet dat. Hè. Dat is niet binnen marge. Dus hoe ga je dat oplossen om dat telkens binnen 1 à 2 tienden binnen marge te krijgen? Is dit maar, even kijken hoor. Dus je hebt hele grote fabrikanten met enorm veel R&D-potentieel. Hè? Ja. Qua technische kennis moeten die dit ook kunnen. Zouden die zoiets ook moeten kunnen? Zou toch moeten, hè? Ja. Ja. Maar ze doen het niet. Jullie hebben het gedaan, hè? Ja. Wat is daar nou de... Wat is jullie... Sla me dood. Dat weet ik niet. Nou, dat is een hele rigoureuze oplossing. Misschien als het moet. Ja. Nee, maar dat is wel vraag. Ja, maar als, ja, ik begrijp het ergens. Maar stel, je hebt een team. Ik werk ook in een team, hè, op het werk, als technieker. Je hebt een team van 5 of 10 personen. Zet daar 10 personen op en dat gaat ook niet 10 keer sneller. Dat is een serieuze drempel voor een bedrijf om zoiets te gaan doen, ook al heb je veel personen. Je moet erin geloven ook en daar zit ook iets, denk ik. Maar ja, dus die luidsprekers die hebben dus een waarde waarvoor je ze verkoopt. Maar het idee heeft ook een waarde. En heb je dat, hè? Er zit ook trots bij, denk ik zo, dat je op een goed moment denkt, ja, dat hebben we toch wel even heel goed gedaan. Nou moet het tuurlijk, af. Tuurlijk, ja. Maar nou is het er. Ja, nou is mijn vraag natuurlijk, ben ik heel benieuwd hoe jullie dat nu gaan doen. Hè? Want je, alleen de distributie al is vreselijk ingewikkeld. Dus jullie bouwen, hoe krijg je het bij mij bij wijze van spreken? Ja, daar hebben we misschien het antwoord nog niet helemaal op. Ik ben eigenlijk begonnen met de informatie naar een aantal zaken te sturen. Hè, met de vraag van, zien jullie het zitten? Hè, om een keer naar deze luidsprekers te luisteren. En dan merk je heel snel hè, dat men eigenlijk na 40 jaar van altijd dezelfde producten te verkopen, al niet meer gewend is om nog iets nieuws of vernieuwend aangeboden te krijgen. Mm-hmm. Dat merk je gewoon in de eerste contacten hè, die je op die manier met die audiozaken hebt. Wanneer je ze dan telefonisch benadert, dat heb ik nadien gedaan, hè, en je legt een beetje uit van wat is het concept en waar zitten die voordelen in, hè, dan zeggen ze van, hé, ja, maar dit is
precies toch weer iets anders. De moeite om, maar je moet al een klein beetje van fysica begrijpen natuurlijk, om te kunnen snappen dat de afwezigheid van een mechanische ophanging, hè, wat dat daar de voordelen van zijn in de theorie. Toen kwam eigenlijk de beurzen, hè, kwamen, dus X-Fi kwam. En ja, dat was toch even denken van oké, gaan we X-Fi doen, hè? Als merk dan, want we hebben nog geen dealer. Ja, we waren in gesprek met die dealers. En dan hebben we gezegd, we gaan dan een keer doen, hè? We gaan X-Fi doen. En na X-Fi heb ik het geweer een beetje van schouder veranderd. Daar waren eigenlijk de reacties heel positief, moet ik zeggen. Ja. Hè? Met name van de particuliere markt, hè, mensen die langskwamen, die zeiden van wauw, dit is echt wel ongelooflijk, dat hebben we nog niet gehoord. Maar ook eigenlijk pers, die heb ik ook wel redelijk wat over de vloer gehad. Hè. Jullie zijn er daar één van, die zeiden van hey, dit is wel eens iets echt interessant. Nieuw, hè, ja, iets interessant. Ja. Gewoon interessant of nieuw of noem maar wat jij wil. En ja, toen had ik zoiets van kijk, wat dat we gaan doen, we gaan dus de volgende maanden tot einde jaar gaan we ons vooral op de markt focussen. Niet op de dealers. Laat dat commerciële maar voor wat dat het is. Hè. En we gaan gewoon verder met de mensen. Hè. Op de beurzen en na de beurzen. Hè, gaan we gewoon praten. En eigenlijk heb ik meer contact gezocht met de markt zelf. Dus na X-Fi toch gezegd van kijk, we gaan toch ook die andere mensen die nog nooit van ons gehoord hebben, die 7 jaar niet meegevolgd hebben. Hè, we gaan eens gewoon zien van wat vinden die van de klank en wat vinden die van het concept. En op die manier proberen een reputatie op te bouwen. Hè, maar een reputatie waarvan gezegd wordt, hey, die Illumia uit België, hè, dat is toch wel iets speciaals. En als die reputatie er is, dan volgt dat commerciële straks wel vanzelf volgens mij. En ja, ik denk dat dat belangrijk is. Een reputatie hebben en vanuit die reputatie eigenlijk de rest opbouwen. En dat is nu eigenlijk een beetje mijn focus geworden, de insteek ook, om het zo te doen. Dat gaat trager misschien, hè? Maar dat gaat wel veel gecontroleerder. Het zou leuk zijn, hè? Maar zoals je er straks zei, van ja, jullie gaan er waarschijnlijk fantastisch rijk van worden. Het zou heel leuk zijn, ja. maar daar reken ik eigenlijk totaal echt niet op. Dat meen ik echt uit de grond van mijn hart. Het zou gewoon al leuk zijn mochten we de investering die we erin gestopt hebben, mochten we die terug hebben. Dus om nu ongebreideld ambitieus te zijn en zo snel mogelijk dit van de grond te willen hebben en zo groot mogelijk te gaan groeien, dat is niet de doelstelling, denk ik. Zo hebben jullie het ook niet ontwikkeld. Hè? Nee, dat is wel duidelijk. Nee, straks het is. Nee. Als je assembleert, dus de spullen, dus de onder de grootste deel elders laat maken, hè? Mm-hmm. Een grotere aantallen betekenen lagere prijzen natuurlijk. Dus er zit ook ergens een afweging in. Als je die weg op gaat, van assemblage van elders geproduceerde onderdelen, mm-hmm. Hoe fijn ook, hè? Dan ontstaat er al gauw een neiging om te denken, ik moet meer aantallen, want mm-hmm. Dan krijg je de prijs van lager en dan gaat het lopen. Hè? Mm-hmm. Dat hoort niet bij jullie, dat soort overwegingen. Hè? Nee, want we hebben bijvoorbeeld nu ook veel de vraag gehad, is daar ook nog een goedkopere versie van op komst? Ah, ja, natuurlijk. Die vraag hebben we heel veel gehad. Omdat mensen zeggen ook wel van, ja, fantastisch, wel, maar 15.000 euro nu is nog heel veel. Ja, dat zou kunnen. We zouden die kast kunnen vervangen door een MDF-kast. We zouden bovenaan de aluminium kunnen vervangen door een laagje fineer. En niet meer die mooie golvingen erin hebben. En dat zou zelfs de klank van die luidspreker zeer weinig veranderen. Hè, want ik geloof niet in carbonkasten en in speciale toestanden. Hè. Maar ja, dan ben je commercieel bezig. Ja, ja. Product in die prijsklasse is het heel moeilijk om een stabiel dingen te vormen, een verkoopsaantal. Ja, duidelijk. Nee. Dat is bijna niet te doen. Dus daarom dat we zeggen van ja, we kunnen met dit product alleen, kunnen we niet zeggen we gaan stoppen met werken en we gaan dat doen. Want dat kan goed zijn dat we vier maanden niks verkopen. Ja, dan misschien drie keer of drie stuks op een maand. Nee, maar dan moet je weer vier maanden niks. Dus dat kunnen we niet. Hè. Dan moet je eigenlijk een product hebben dat veel toegankelijker is voor de consument. En dan gaat je natuurlijk stabiele aantallen verkopen. Maar met zoiets gaat dat niet, denk ik. Dus op wat markt mikken wij? Ik mik eigenlijk vooral op de markt
van mensen, oud of jong, hè, maar die wel een heel brede referentiekader hebben. Ja. Die dus heel veel geluisterd hebben en die dus eigenlijk een beetje door de klankkleur kunnen doorluisteren en inderdaad gaan zich richten op, maar wat is de natuurlijkheid van de klank, de resolutie in de klank, hè? Ja. Hoe echt klinkt het? Hè? En ja, dat zijn er niet zoveel die zich buiten het subjectieve van klankkleur kunnen verplaatsen en echt ja, naar andere kwaliteiten in muziek, reproductie kunnen waarnemen en beluisteren. Daar mik ik mij toch op. Ja. Ja. Wie zouden nou jullie... Zien jullie bepaalde merken of modellen van bepaalde merken als naaste concurrentie? Of zijn jullie jezelf en de rest moet het maar uitzoeken? Ja, ik denk niet in termen van concurrentie. Ik vind het gewoon... Ik heb het altijd heel leuk gevonden. Waar plaats je jezelf zo? In welke categorie... Met welke luidsprekers? Het is uniek, maar je kunt je toch vergelijken met anderen natuurlijk. Ja, maar we mikken echt op de top van de merk. Natuurlijk speelt het zo luid als een Wilson set. Nee. En dat is dan ook de beperking van dit systeem. Hè? Omdat hij geen compressie kent, hè? Gaat er heel veel beweging verloren in sublaag bijvoorbeeld. Hè? Je zit al snel aan die 12 mm... of 8 mm uitslag, gewoon omdat er heel veel onfilterde informatie in zoiets zit. Commerciële tracks, maar rock op de radio, die hebben dat niet, dat is uitgefilterd. Qua klank. Audiofiele tracks, die hebben dat. Die hebben dat soms. Hè. En zeker als je platenspeler zonder rumblefilter beluistert, ja, hè, dan heb je daar heel veel last van. En daar zit een beperking in deze speaker. Dus in dat hoge segment zijn jullie relatief goedkoop. Ja. En dat is wel een hele interessante boodschap om over te brengen op het publiek, hè? Ja. Je moet niet zeggen, we zijn goedkoop, want dat zijn ze, maar we zijn wel in dat hoge segment. Ben je dan goedkoop natuurlijk? Ik denk dat het probleem voor ons is, en dat is nu mijn... Maar je hebt ook geen naam, idee, maar ik denk ook, in deze prijsklasse, 15 of 20, hè? Dat is mijn idee, hè? Je hebt de betere burger, hè? De welgestelde burger, maar dat zijn... Ja. Allemaal geen audiofielen, zelfs heel weinig, denk ik. Ja. Wat doen die? Die gaan naar een zaak stappen en die zeggen, ik heb dit budget, 20, 25, ik moet goede spullen, wat raadt u aan? En dan moet degene in de zaak zeggen van, ik zou dit doen. Ja. En het probleem is, de audiofielen op zich, daar hebben we echt een vaste groep achter ons, dat is heel goed. Hè. Maar daar zit die prijsklasse net te hoog, dus wij zitten heel moeilijk. In dat vlak met ons product. Dus het enige dat we kunnen doen is inderdaad via de audiofiele namen bouwen. Oké, die gaan niet allemaal een set kopen. Maar als die naam er is en de retailers, die hebben er vertrouwen in en die zeggen, kijk, ja, iedereen vindt het goed, het moet goed zijn. En die schuilen zich er ook achter. Dan komt pas volgens mij de verkoop. Een stukje de sleutel hè, in de klank, dat is dat er eigenlijk door het feit van afwezigheid van mechanische ophanging, hè, is er ook totaal geen energieabsorptie door die mechanische ophanging. En dat is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, dat is wrijvingsloos, ja. Hè? Maar net in die absorptie van energie door die spider en die surround, daar gaat detail verloren. En je kan de duurste driver ter wereld bouwen met de allerduurste materialen die absorberen energie. Nou, en daar zitten grote verschillen. Vanuit de klant, hè? Dat begrijpen. Ja. Zo, leuk, die was top bij. Ja. Ik zei, daar staan die dingen, wat is dat nou? Geen idee, zei hij. De technische, zorgvuldige termen is weer wat anders. En het is nu eenmaal zo, dat klopt wat je zegt. Hè. Ik wil niet verzanden in pseudo-wetenschappelijke roll-ups. Die zeggen van, maar we hebben in atmosferische omstandigheden hebben wij die spider geïnjecteerd met... En daardoor is die klein... Dat snappen mensen toch niet. Eén en twee... Ja, draagt het ook bij aan een wezenlijk verschil? Het is wel belangrijk dat de mensen het weten wat er achter schuilt, dat wel. Hè? Want als je helemaal niks zegt, dat is mooi, maar ze weten ook niet van hoe moeilijk is dat geweest om dat te bereiken. Ja. Dat is toch wel belangrijk, denk ik. Omdat, inderdaad, het begrijpen is een belangrijk stuk van ook begrijpen wat je hoort. Ja. Want het is eigenlijk die 1-op-1, die 100% bewaren van de energie in dat muzieksignaal, die ervoor zorgt dat die konus exact die sinus ook
volgt. Maar als je wilt verkopen, een beetje, hè, dan is het ook zo dat in deze categorie, dat diegene die het koopt, die kan iets unieks kopen in ieder geval. Ja. En die zal waarschijnlijk helemaal geen idee hebben van de techniek, maar die wil wel het gevoel hebben, ik heb iets unieks. Ja, precies. Ja. En dat is wel... Ja, ik dacht van dat. Maar jullie willen het zuiver houden, dat is me duidelijk. Maar dat is een grijs gebied natuurlijk. Hè. Je kunt ze dat toch wel vertellen. Ja, het is uniek, want. Maar dan, wat er naar dat want komt, daar zullen een aantal mensen helemaal niet meer naar luisteren. Even een ander vraagje, hè. Dan kom ik over, bijvoorbeeld over een jaar, zitten we hier weer of bij jou of ergens anders. Hè. En hoe ziet het er dan uit? Met jullie, met Illumina? Dat is een goede vraag. Geen idee. We hebben daar hockey, dat is leuk, want dan kan je dus over een jaar kijken. Ja, een beetje klopt. Hoe het erbij stond. Ik hoop dat we een aantal deals hebben tegen dan. En dat we ja, toch wel in de volgende stap zitten ergens. Ja. Dat we effectief op regelmatige basis toch iets verkopen. Ja. Dat we het verkopen we kunnen overlaten aan iemand anders. Dat zou ik wel willen. Dat wel. Het verkopen. En dat we zelf ons nog alleen op de mensen kunnen richten. Maar mensen die met evenveel passie eigenlijk het product weten te verkopen als dat wij het ontwikkeld hebben. Aan de andere kant, als jullie het verkopen, gezien die 7 jaar en zo, verkoop je een beetje jezelf ook. Dat is altijd moeilijk. Zijn er dingen die jullie nog wouden zeggen, die je daarnet hebt bedacht, maar niet gezegd omdat er iemand overheen ging? Dan is het nu een mooie kans om het even te zeggen. Ik kom terug hoor, dat kan dan ook. Maar... Ja. Dus dat we zo het opschrijven en bijhouden dan. If you have money, you can buy anything.